Welkom, positieve ontwikkelingen in melk. Maandag maakte Friesland Campina de melkprijs stabiel te houden. Maar dinsdag zagen de DOC en DMK uiteraard de melkprijs juist verhoogden. En daarmee ook een schets geven van de kaasmarkt die er toch iets beter bij ligt. Het geeft wat positieve suggesties voor september, want ook Arla verhoogde de melkprijs. En daarmee zou het kunnen dat Friesland Campina met de stabiele melkprijs er even naast zit. En misschien in september een positieve correctie gaat doorvoeren. Tegelijkertijd zien we op de zuivelmarkt dat de lagere prijzen in Duitsland voor hogere verkopen van boter zorgen. En ook dat is goed nieuws. Zien we nog niet in de Nederlandse zuivelnoteringen. Boter stabiel op €525 per 100 kilogram. Volle melkpoeder een klein stapje terug, €275. Magere melkpoeder een nieuw klein stapje omhoog naar €146. En een wei en plus van €1 doet €71. Dan kijken we toch even naar de kaas. En die ligt er gewoon hartstikke stabiel bij op een toch wel goed niveau voor de tijd van het jaar. Dus dat is in ieder geval een goede voorzet voor de laatste helft van het jaar.